noorden van Zweden was ooit de culturele hoofdstad van Europa. En is al sinds jaren en dag de thuisbasis van een groot jazzfestival. En daar gebeurde in 1959 dit. Umea, 1959. De keuken in het Stora Hotel restaurant voelt zich met het vlees van het rendier nauw verwant. Van toeten of blazen weet men hier bij Lapland louter de betekenis naspijs of wie zeer heet dit staat u te doen opdat uw mond niet verbrandt. Dan komt op een dag vol trek in een rundvleesbeet Louis Armstrong langs, na gedane trompetkreet. Van zijn bestelde hamburger heeft geen mens weet. Reden waarom Satchmo zelf de koksvloer betreedt, waarna uit Amerikaans vakkundige hand Zwedens eerste hamburger op het bord belandt. Jazz en quarter pounder gezamenlijk dieet zo noordelijk sindsdien op het oud Europees land, waar men van rendiervoedsel soms geen spoor meer meet.